Oké, dames en heren, welkom weer bij NL Magazine Game of Thrones Reviews. Dit is dan nummer 2, aflevering 2, moet ik zeggen. Toch? Dit is als aflevering 2. Aflevering 2 was dit, ja. Dus, nou heren, wat vonden jullie ervan? Ik vond het een betere aflevering voor. Ik was wel tevreden met deze aflevering. En jij, Bas? Ik vond het een Winterfell 2.0. Ja. Als in een follow-up van... Eigenlijk qua gebeurtenissen liep het een beetje in één lijn met de vorige. Ja. Was niet echt een grote sprong van gebeurtenissen. Ik vond deze wel leuker. Ja. Ik vond de dynamiek tussen de personages vond ik interessanter. En ook gewoon wat leuker om te zien. Maar komt het ook niet zo omdat die mensen eerst allemaal moesten aankomen bij de eerste aflevering? En nu zijn ze er allemaal, dus ze hadden meer tijd om het te gaan praten. Ja, maar dat doen ze nu... Ja. Maar de meeste personages die je nu ziet, die zag je niet echt in de vorige. En misschien de rol van Jamie was natuurlijk, is wel heel gedominant geweest. Die was aanweziger, ja. Deze aflevering ging meer om onder andere hem dan. Ja. Sowieso een sterk personage. Ja, maar hij was echt, ook door de hele aflevering, het begon met hem, met de opening als het ware. Met zijn natuurlijk met de rechtspraak over. Standing on trial. Ja. Dat vond ik op zich wel heel interessant. Ja. En... daarnaast zag ik helemaal doorgaan de hele aflevering, dat je toch een beetje, hij was echt een beetje bezig zijn naam goed te maken als het ware, en heel veel personen toe. Dat was hem wel gelukt natuurlijk. Dus, dat is hem aardig gelukt, ja. Hij zit er wel in nu. En hij deed ook, laatst was het ook gewoon alsof hij een van de clan was. Ja, altijd zo geweest. Is hij in principe. Maar dat was ook een beetje, we gaan een beetje, niet helemaal chronologisch, maar goed dit keer vind ik. Dat ze op een gegeven moment zitten met z'n allen aan de tafel. Dat is echt een beetje zo'n soort, zo'n groep is er dan van, ja, dus allemaal, alle helden zijn bij elkaar zo'n beetje. Echt een soort Dirty Dozen-achtig effect. Die komt alles samen natuurlijk. Bij elkaar geraapt zootje. Ja, weet je, Fellowship of the Ring, alles bij elkaar. Maar dat, ja, dat zou je kunnen zeggen. Echt een soort bij elkaar geraapt zootje van alle uithoeken van de aarde. Ja, en die gaan dan van de Seven Kingdoms en omstreken. Dat vond ik wel leuk. Dat vond ik leuk. Maar even ga ik even terug, toch even terug naar het begin. Met Jamie. Ik vond hem eigenlijk wel dat hij van mans was. Dat hij kreeg heel veel aantijgingen, kreeg hij toch wel te horen. Van, eerst begon natuurlijk Daenerys over. Ja, dat de standaard. Die helemaal losging. Die ook Sansa had kunnen verwachten. Ja. Door. Het is nu wat minder dat hij dus eruit probeert te praten. Wat hij eerder natuurlijk wel altijd had. Maar het is nu meer van, dit ben ik nu geul geworden en... ik ben er echt om deze reden en niet meer gewoon. Ja, dat is het wel meer. En hij gaf ook geen excuses voor hetgeen echt wat hij had gedaan. Hij zei, dat hoort gewoon, dat is oorlog. Ja, precies. Dus dat was wel een punt. Al moet je wel zeggen dat hij natuurlijk wel iets... Dus je kan zeggen, het is makkelijk, ik heb allemaal rare dingen gedaan. Maar. Ja, want als je dan die eet weer terug ziet, waar knights gaan moeten houden, zijn ridders gaan moeten houden. Mm-hmm. Dat is nou niet bepaald hoe hij zich in het begin al redelijk heeft gedragen. Hij was niet bepaald een... Dus daar zit, vind ik wel een... Hij is nu wat meer de underdog, nog steeds natuurlijk. Hij was natuurlijk eigenlijk eerst een van de beste van de hele Seven Kingdoms. The Golden Lion. Maar misschien nog steeds maar een beetje, is hij er maar een beetje bij, zou je ook kunnen zeggen. Hij is nu ook wat nuchterder, wat meer down to earth. Wat, ik denk in zekere zin, is hij nu echt, nu is hij echt een knight geworden. Nu is hij een knight. Omdat hij nu echt aan de principe houdt. Dat is misschien ook zijn arc, dat hij dat moest doen. Een arc van 8 seizoenen. Ja, maar dat is precies maar ging om hem ook. De story of Jamie. Ja, en dat vind ik ook als je dan zijn relatie met Bran, die toch die had gezegd, ik ben helemaal geen Bran meer, ik ben gewoon terug uit te leven. Maar toch blijft hij even dingen herhalen. Ja, vergeet het niet, hè? Hij heeft wel iets, of het moet echt heel vaag zijn, maar het lijkt niet of hij nog wat voor hem in kader heeft. Hij heeft iets gehoord, maar hij heeft voor iedereen iets in petto, anders waren ze al dood geweest. Ja, maar de een heeft wat meer misschien een rol. Daar ging specifiek natuurlijk, omdat hij natuurlijk een band heeft met hem, omdat hij natuurlijk de oorzaak is van zijn infiniteit. Ja, maar hij mikte wel op hem, want hij zei aan het einde van de vorige episode ook van, waiting for an old friend. En toen kwam Jamie binnen. Ja, dat kan je nu wel zien. Dus er is voor hem, is er iets belangrijks. Ja, dus dat is wel... Ja, dat denk ik het ook wel. En, we weten nu, vorige keer was er nog theorie over wie nou de target is. Nou, nu weten we het, hè? Het is Bran. Hij heeft het bevestigd. Dat zegt Bran in ieder geval zelf, dus daar moeten we een beetje vanuit kunnen gaan. Daar ga ik echt wel vanuit dat gaat gebeuren. Ja, wie zou het anders zijn? Ja, en hij is ook een van de vele Three-Eyed Ravens. Dat vertelde hij ook. Dat het een lijn is, dus dat is steeds... het is een lijn, maar hij is wel de laatste. Of tenminste, tot nu toe de laatste. Ja, kijk, het is nu is het gevecht begonnen natuurlijk, dus... Nu is het maar de vraag of er eentje nog komt naar hem. Ja, dat bedoel ik. Ja. Want dan zou hij eerst weer een kandidaat moeten vinden om die hem gaat opvolgen. Tyrion.
Ja, en dit overleven natuurlijk. Ja, dat lijkt me een belangrijke eerste stap. Ja, dus dat is een... Ook omdat hij in de coachroute gaat zitten. Ja, wachten. Ja, dus ik zit te kijken van, als je gewoon kijkt naar de voorbereiding en zo. Oh ja. Met zo'n neon bord. Ja, want ik ben inderdaad denk van, wat ook wel een apart ontwikkeling is, dat Daenerys steeds... steeds meer haar macht moet laten zien om haar claim te werkstelligen. Dus ik bedoel, en nu ook gewoon geen claim meer heeft. Ja, dat is helemaal een punt natuurlijk. Dat komt aan het einde. Maar ook zeker met naar Sansa toe steeds. Ze probeert wel even steeds in het begin even goed te maken. Totdat ze doet gewoon alsof zij al de koningin is. Ze komt binnen en ze verwacht dat alles wel gewoon even om haar gaat draaien. Ja. Zij denkt al dat ze moet het in feite hier ook nog verdienen. Dan moet ik zeggen, dan begint ze wel bij de slechtste partij. Want het Noorden is nooit echt vrijgevig en accepterend geweest voor rulership. Ja, als ze hiermee was begonnen in bijvoorbeeld The Reach of zo, dan had ze van ja hoor, ja, gaan we. Ja, maar je hebt geen claim. Door omstandigheden natuurlijk. En het Noorden wil natuurlijk altijd onafhankelijk. Noorden zal altijd onafhankelijk willen blijven. Ja, dus daar houden ze ook over natuurlijk. Dus dat wordt wel een leuk dingetje. Dus dat vind ik wel... Maar dat is voor na de Night King saga. Ja, ja, dat wil ik duidelijk zeggen van ja, als het overleven, wat dan? Dus ik vind dat er heel veel dingen wel... maar dat is klaarstaan. Ja, je hebt heel veel klaargezet van hé, hey, let op. Voor daarna, aflevering 3 is al het gevecht. Ja. Dus daar moeten bepaalde dingen gebeuren. Dan heb je nog 3 afleveringen van... Wat ook wel deze is toch weer een uur. Deze nu en de volgende wordt echt langer, dat hebben ze gezegd. Dat lang ja, nee, nee, dat was dus. Dan hebben ze nog, wat zal het zijn, 3-4 uur of zo om de nasleep in te vertellen. Ja, ja, en dat is dus, als de derde al het gevecht is, dan moeten ze dus inderdaad, wat gebeurt er met King's Landing? Dan moet het gevecht dus ook eindigen in de derde. Ja, daarom denk ik ook. Een buffer zijn voor de volgende stap. Ja, ja, is het helemaal niet zo raar dat de Night King... Of als ze nog een gigantische beestsprong maken in dat zou ik lijkt zo vreselijk vinden. Tot nu toe is het niet echt zo geweest. Nee, maar als ze dat alweer flikken, van weer zo'n tijdsprong. Van, dat heeft... Nee. Dat heeft zijn ze net nee, klaar? Maar, nou ja, die speedboats en zo van het vorige seizoen zijn er weer vliegen. Dat vind ik vind tijdsprong is echt opeens dat 3 jaar later is van... Hey, Nee, ja, maar ik vind een tijdsprong van een week vind ik hoe je die kan. Ja, als ze dit gevecht stellen, dat ze het winnen. Gewoon. Ja. En dat ze zeggen, ja, we gaan nu door naar King's... En dat ze er een aflevering van zijn. En dan opeens zijn ze bij King's Landing. Ja, dat wil ik niet zien. Nee. Dat snap ik. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen, ja, we zijn een maandje verder. Dat kan. Dat vind ik zo heel raar iets. Maar waar ik wel zit te kijken, van, als je gewoon naar de tijd gaat kijken... van of de Night King gaat overleven of niet op deze... Ja, dus je kan zo'n tijdsprong helemaal niet maken nu. Want het Lannister leger trekt naar het noorden. De Golden Company zit op de boot. Als je nou zegt, one month later, dan ben je van ja. Nee, dat gaat dus niet. Ja, ik zit ook te denken, of ten eerste weet ik of de Golden Company naar het noorden toe gaat. Of dat ze lekker blijven wachten dat zij naar het zuiden toe gaan. Dat ligt aan Euron, maar waarschijnlijk wel. Ja. Dat zou dus anders zijn. Ja, maar ze zeiden eerst dat ze gingen afwachten, toch? Van laten ze elkaar maar uitrechten dat de rest overblijft. Dat moeten wij ons zeggen. Dus naar mijn weten is de Golden Company meer een verdediging voor de directe omgeving van King's Landing. Dat denk ik ook. Golden Company is natuurlijk ook neutraal. Of tenminste, ze zijn betaald door de Lannisters. Ja. Dus die gaat gewoon, die gaat lekker er wachten. Maar dat is ook het enige wat hun drijft. Het is gewoon het geld. Ja. Dus en dan ligt het natuurlijk aan... Het kan wel gevaarlijk zijn. Ja, tuurlijk. Maar het gaat meer om natuurlijk... En dat zijn ze opgekocht worden door de andere partij. Nee, maar dat gebeurt niet. Ze breken nooit een eend. Daar zijn ze bekend om. Maar dat vind ik ook wel interessant, want dat is nu wel wat nu ook weer naar voren werd gebracht. Van, dat zei John op een gegeven moment ook in die tactische overleg van, ja, we moeten gewoon de Night King uitschakelen. Als we die hebben, dan is het hele leger weg. Dan kan hij nog zoveel aantal van die doden hebben. Ja. Maar dan gaat hij gewoon, dan is hij toch dood. Maar dat zei jij. Ja. We zien de Night King helemaal niet. Nee. Nee, dat zei dat is we zien hem helemaal niet in die lijn staan. We zien alleen die Nightwalkers staan. Ja, want we hebben dus ook gelijk een previewtje gezien. Ja. En daar zie je dus, om niet te veel te spoilen, maar zo'n spoiler is dat maar niet. Nee, dit ze kan staan je dus zelf alle, ook zien. Of nee, het is niet eens een preview. Dus volgens mij staat het helemaal het einde. Zie je het is het einde. Dan zie je dat ze al die Nightwalkers. Al die Nightwalkers staan er dan. Dus, ja, maar niet hij. Dus, maar ik denk ook hij zit op zijn draak. Dus hij komt even iets later. Of hij zit op zijn draak, of hij gaat, zoals jij zei, misschien ondergronds. Ik denk dat hij op zijn draak zit, maar... Ja. Nee, dat denk ik wel. Dat hij, want dat is wel, als hij zijn draak niet gebruikt, dat is natuurlijk wel een enorm machtsmiddel. Dus ja, maar ja, dan nog, op dit moment is het natuurlijk 2-1. Ik zou bijna denken dat Danny misschien dood gaat doen.
Ja, hoe? En dat je dan die hele drama krijgt van gaat Jon naar de Iron Throne? Ja. Vecht hij voor het noorden? Of claimt hij toch wat eigenlijk volgens de familie voor hem is of niet? Als Danny doodgaat? En als dan... Danny doodgaat, is hij de laatste Targaryen. Ja, en dan is het de vraag, gaat hij zijn naam opvolgen? Dus gaat hij voor Cersei voor de Iron Throne? Ja. Of verslaat hij het Lannister leger of wat dan ook? En zegt hij, ik ga terug naar het noorden, zoek het maar uit. Ja. Ik heb zo'n gevoel dat het mogelijk meer die kant op gaat. Maar dat kan niet, want de Lannisters die laten daar niet bij zitten. Ivan Cersei laat niet bij zitten. Ja, maar als ze geen leger meer heeft, dan kan ze stampvoeten wat ze wil. Ja, maar ze hebben toch nog steeds een Golden Company? Ja, maar ik zeg als... Dan heeft Jon draken. Ik weet niet of de Golden Company veel kan tegen draken. Oké, op zo'n manier. Maar dan moet hij wel die draken... Dus dat hij blijft verdedigen alleen maar de Noord? Of dat hij daadwerkelijk zijn naam... Dan gaat hij zijn naam binnenhalen. Ja. Hij wil niet regeren. Nee, dat vind ik zo'n rare naam. Want hij vertelt dat verhaal zo'n beetje. En hij is wat afstandelijker. Dus ik vind hem wel dat hij juist... Hij is wel aan het overwegen. Het lijkt wel of hij zich wel heel bewust is in Ede. Ja, of dat hij toch een soort verantwoording heeft gekregen. Dat viel me wel een beetje op. Dat is niet zo. Inderdaad. Hij had ook kunnen zeggen tegen Danny, gelijk toen ze het praat waren van, ja, let op, dit is mijn achtergrond, maar wees niet bang, ik hoef de troon niet. Dat heeft hij niet gezegd. Dat komt toch door dat... Nou moet ik wel zeggen, er is überhaupt weinig ruimte geweest om over te praten. Ja, vlak nadat hij de truthbomb liet vallen, hoorde je alles al in de paniek gaan. Ja. Maar in dit geval denk ik toch, toch dat wat Sam heeft ingeplant, met dat kleine zaadje wat hij in de eerste aflevering... Dat, groeit er steeds meer door van dat die twijfel over haar, is ze wel de juiste persoon? En dat gaat nu een beetje werken. Of hij zit nou zelf meer in een eigen persoonlijke crisis. Ook dat, ik ben helemaal niet wie ik dacht dat ik was, wat moet ik nu? Nee, maar dat is vaak, dat versterkt elkaar natuurlijk. Maar dan komt het misschien toch een beetje aan, want hij had vroeger, dat zag je dus terug, dat hij natuurlijk heel graag wel juist een knight wilde zijn of zo, misschien wel nog meer. He, want hij was natuurlijk de bastard, dus hij had niks. Dus hij keek altijd op tegen... Ja, dat is ook mooi. Je gaat van een bastard naar de laatste male Targaryen. Ja. Ja, maar goed, dus dat hij dan toch nu dan weer meer heeft van... Ja, dat wil ik eigenlijk wel heel graag, toch? Ja, dat weet het niet. Ja. Dus het wordt een heel ander punt. Ik zie hem er ook nog wel voor aan om gewoon te zeggen nee. Ja, kan. Gewoon nee. Nee, maar ik vecht voor het noorden en... Zou kunnen. Dat zou kunnen. Daarvoor heb je ook de andere titel weggegeven. Alleen om het noorden te redden. Maar ja, als het noorden gered is, dan krijg je hele andere scenario's. Dutje op de hei. Ja, maar dat zie je niet gebeuren. Weet je dat ook van de muur? Nee, maar heel simpel. Als het noorden hoort dat hij wie jij is, dan denk ik zo, hij is wel een goede koning. En hij is half noorderling. Ja, maar ze houden niet van de Targaryens. Ik denk dat als het noorden dit hoort, dat is niet... Nee, kijk, dit is anders. Ik denk dat hij dan gewoon de King of the North kan blijven. Ik denk dat hij meer die kant op gaat dan dat hij de Iron Throne pakt. Cersei blijft niet op de Iron Throne, dat sowieso niet. Dat zou wel heel raar zijn. Nou, wat er kan gebeuren, dat kan helemaal, wat er ook nog kan gebeuren, dat gaan we helemaal speculeren, is gewoon dat hij wel de Iron Throne krijgt. En dat hij het door de vrijheid geeft. Dat de en de Iron Islands. Ja. En door. Nou ja, dat door hij eigenlijk de break of the wheel wordt. Wat zij wel zou willen zijn. Dat hij het wordt. Dat hij de hele koning krijgt. Ja, dat nog wel terug. Dat kan. Ja. Ja. En dat hij een soort uberkoning wordt. Of ja, dat weet ik. Dat is een beetje... dat is speculeren. Ja, maar ik zit vandaag denk ik wat nog echt nog heel uit... Aflevering van meer voorbereiding. Ja, wat ik vond, kijk, waar ik pak heel veel kleine dingen, zoals kleine Little Bear samen met. Dat was wel een leuk momentje. Dus leuk, dat zijn dingen. Jammer dat was leuk. Daar had ik naar uitgekeken inderdaad. Dus dat was even leuk dat hij er aan de af in zat. Precies. Arya die toch, en dat vond ik wel weer goed, die toch liet zien dat ze ondanks de Silent Assassin toch die stap weer durfde zetten om toch een relatie met iemand te hebben. Nou ja, dat is natuurlijk op internet wel een beetje een dingetje. Ongeacht van de seksscène, waarvan je eigenlijk niks zag. Nee, ik vind het voor haar als persoon, als karakter ook gewoon een stap om weer iemand binnen te durven laten. En dat kan ook een hele dynamiek worden. Stel voor dat ze in één keer van die ene keer zwanger raakt en ze overleeft het. Dan heeft ze ook een... hij is een bastard en zij is... Vier op in de lijn. Ja, maar hij is wel de laatste van de Baratheons. Maar wel een bastard. Ja, dat maakt niet uit. Als je de laatste bent, dan telt het wel. Is hij de laatste? Ja, hij is de laatste van de Baratheons. We hebben Stannis nog niet gezien. Stannis niet meer. Ja, Stannis zien we zo meteen wel. We hebben zijn hoofd niet gezien. We hebben zijn hoofd. We zien Stannis wel. Die loopt zo als Walker, zo met zijn hoofd onder de kut. En kijkt zo, ja, links, jongens, moet ik naar rechts lopen. Dan accepteer ik het. Ja, maar hij ligt halverwege daar ergens, toch? Ja, hij zou daar in de buurt moeten liggen. Ja, dat zou een stunt zijn. En niemand heeft hem gevonden, dus hij is toch niet dood dan.
Nee. Nou, ga maar vanuit die dood is. En als hij nu dood is, als hij nu dood, dan loopt hij zich dan nog in het rond. Nee, dus dat gaat niet gebeuren. Dus maar ik zit even kijken, want ja, verder. Het was een reunie van allerlei dingen. Het was Arya met de Hound, wat wel weer even een leuk dynamiekje was. Het was wat jij ook zei, dat ze nu de listen wel even aangepast. Het was natuurlijk dat hele gedoe rond het kampvuur, waar de Band of Brothers even bij elkaar kwam. Ja, dat was dus ook dat was niet een soort fellowship. Ja. Het was echt gewoon een soort, ja, nou ja, wat het dus letterlijk was, Last Night Before Death. Dat is het, ja. Ja. Bran of Tarth, reken erop dat de helft daarvan er niet meer is, zeg maar. Waarschijnlijk, dit wordt. Dit wel, ja, dit wordt nu slachting. Dit wordt een culling, ja. Nee, maar ik denk dat ze moeten, want ze moeten natuurlijk, weet je, toch, ja. Ze moeten toch naar het einde toe gaan bouwen. Zij kozen ervoor, maar ze zijn best wel screen time voor iedereen. De afleveringen zijn wel langer, maar niet zoveel langer dat je nog even uit kan werken. Ja. Nee, nu kan alleen nog, ik zit alleen te denken, wat kan er nu nog gebeuren? Wat toch echt een iets heel bijzonders zou zijn, wat ik nog niet verwacht eerlijk gezegd, dat op een gegeven moment stiekem toch die Golden Company op het einde moment ook kon opdagen, dat hij dan van achteraan valt. Dus dat ze... Dat is een tragisch einde dus. Ja? Een tragisch einde bedoel jij dus. Ja, of de Golden Company gaat zich toch bij hun keren. Dat is, of Cersei iets flikt, of iemand de Golden Company is. Ze heeft niet betaald. Ja, nee, ja, dat, nee, ze hebben geld. De staat was, nou ja, ze hadden natuurlijk al het geld gejat van de Reach. Maar... Ja, weet je wat ik zeg, dus dat is betaald. Dus over die bank, want er zei dus, geld is aangekomen en die eigen bank is maar ook iets, dat is te simpel. Er gaat iets gebeuren. Ja, zij het maar van alle dingen die er staan gebeuren, wie denken jullie dan? Die er als eerst doodgaat in de volgende... Een Minecraft character. Nee, niet als een van de hogere... Als ja, Minecraft. Een Minecraft, nee, dat wordt wel een paar grote knakkers die... Als eerste, ja. Theo. Dat is de leukste. Theo. Nee, niet als eerste, maar ik denk wel dat hij doodgaat. Theo gaat altijd, ja. Theo en Sansa waren heel emotioneel aan het kijken naar elkaar. Hij offert zichzelf op van ik vertrek Bran wel met mijn 5 Ironborn. Weet je nou, Mormont, zie ik wel doodgaan? Jorah? Ja. Ah, ik hoop dat hij en de Ununited juist overleven als twee grumpy old men. Nee, maar hij zit op paard, dan zijn ze bij het Cavalry City. Ja. Dus hij gaat met dat dienst. Dus ja, dat is best kwetsbaar. Ja. Dat is wel kwetsbaar gedeelte. Nou ja, die gaan er vaak pas in zodra, zodra ze al gelokt zijn. Dus, die hebben nog Giants natuurlijk ook. Hè. Die, is, die hebben Giants aan de andere kant nu. Ja, die zijn... De Giants worden nu bij de Night King. Ja, die worden allemaal over dat soort dingen. Dat is wel een beetje jammer. Dat kan je allemaal wel mooie verstoppen dingetjes. Maar ja, je gaat zo'n Giant als je ook gewoon een pijltje schiet met... Je hebt gewoon Dragon Glass. Dus ja, dat moet wel. Want dan is eigenlijk... Dat kunnen wel groot zijn als je toch op de paf kan liggen. Ze moeten wel iets meer kunnen. Ze kunnen iets meer aan dan de standaard White. Dat sowieso. Maar wie gaat toch? Maar ik vind het goede dus. Jorn dus. Die is kwetsbaar. Theo niet als eerste. Nee, die gaat waarschijnlijk pas dood als de fight helemaal binnen is. Ja, want dat is, ik denk, er gaat een truc gebeuren. Maar... Even kijken. Nee, maar als we het gewoon even bekijken. Ja. Brienne en Jamie, die zitten in de left flank. Ja, die zit ook voor. Daar wordt het gevecht waarschijnlijk het hevigst, omdat zij het ook heeft over, we kunnen ze houden op die hoogte. Ja, klopt. Zolang we een tight formation houden, ja. Dat gaat sowieso falen. Ja, daar heb je ook dat wordt voor. Niet tight. Lekker positief. Nee. Niet tight meer in ieder geval. Nee, dat gaat rip. Maar die kunnen nog terugrennen misschien, dat zou kunnen. Ja, of Jamie offert zichzelf op voor haar, of ze gaan allebei dood. Dat is ook mooi, dat ze om cirkeld worden, een soort last stand-achtig ding. Dat zou kunnen. Even kijken, ik denk dan hebben we Grey Worm. Grey Worm, wat ik zeg, ja, die staat aan de voorkant. Nee, ja, die zit voorop, die gaat zeker dood. Die zal, ja. Nee, hij heeft zichzelf tot nu toe overal wel doorheen. Maar dit is zo, al hebben ze wel, als ze die formatie goed vasthouden, daar is toch een legende van dat ze als enige die door Dothraki hebben tegengehouden toen. Doordat ze die formatie heel lang... zij zijn een soort, kan je bijna vergelijken met Spartaanse vallers. Hun kans zie ik nog wel eens redelijk groot met al die traps en al die troepjes. Ja, die maar ze zijn wel ook maar een beperkt aantal natuurlijk, uiteindelijk. Ja, klopt. Maar die zijn wel kwetsbaar. Ja, maar die neemt characters die interesseren hem eigenlijk niet. Nee, er is geen eigenlijk geen één. Er is er één, dat is met die paardenstaart. Wie missen we dan nog meer? Davos, die zit lekker binnen, die zit gezien. Davos, die gaat niet op de Tyrion zit ook lekker binnen. Oeh.
hoe heet die vet van Sir Royce? Royce, ja, die zit Royce gaat sowieso. Die wordt al verwacht dat hij buiten staat, ja, natuurlijk. Die staat wel die zit ook in de. Ja. In bij de Knights van. Ja, de, zit, ja. Ja. Dus die zal een rood vinger hebben van die kleine vinkjes op de gaat, gaat, die, vecht, ja, die gaat geheim dat zien we gebeuren. Maar wie gaat dus eer? Ik denk niet per se iemand van de Cavalry. Want die komen er pas bij als ze eenmaal locked zijn vaak. Je gaat niet je paarden vooruit sturen voordat de troepen überhaupt bij je zijn. Ja, zou kunnen. Dan offer je je paarden op. Maar... Ja, ik denk dat paarden op een gegeven moment. Wat ik deel, wat zeer waarschijnlijk gaat gebeuren, is dat heel veel van die grote bekenden allemaal bij elkaar komen. Dat je wat je zegt, een soort cirkel krijgt. Dat zo, ja, een beetje, paar keer, een beetje dat zoals bij die fight. Ja, wat je ja. Ook bij het ijs zag toen, dat ze die kidnappen. Ja. Oh ja, weet je. Berk, die zie ik wel doodgaan. Ja, maar niet als eerste. Nee, nee, want we zagen hem binnenvechten. Oh ja. Dus dat ja, maar buiten dat denk ik wel dat Berk is juist nog wel iets. Hij heeft nog een soort relatie met. Ja, en de hout is Berk heeft een belangrijk ja. Iets. Ja, maar ze hebben al, dat is het ding. Ze hebben allemaal ja. Een rol. Dus wie heeft Bran geen rol toebedeeld? Ja. Ja, en toch gaan er een aantal gaan dragen. Nee, maar wie heeft Bran niet direct een rol, voor zover wij denken, toegewezen? Podrick. Ja. Ja, maar dat is geen main character. Het is een beest van een vent, of een baas van een vent, niet per se een beest. Ja. Maar hij is geen main character. Nee, okay. Ik zeg even kijken. Oh, onze vriend, Tormund. Tormund, ja. Giants, helaas misschien wel, ja. Hij was deze aflevering heel sterk, maar... Dat breekt wel mooi de love triangle van Brienne, Thor en Jaime op. Ja. Ja, ik krijg zijn fan favorite, maar ik denk toch dat hij eraan gaat. Ja, maar... Dus moet gewoon... Fan favorite houdt er een keer op. Daarom ben ik zo bang voor de Onion Knight. Ja, op jouw en voor Bron. Favorite is. Maar ja, Bron die speelt helemaal niet mee hier, dus dat scheelt. Ja, die gaat natuurlijk. Er wordt nog wat. Die gaan wel dat wordt een puinhoop. Ja. Ja. Ja, maar kijk, dan kun je eigenlijk beter zeggen van wie overlevert het gevecht. Misschien is dat een beter. Nee, maar ik dacht gewoon misschien. Ja. Dat wel... Nee, maar misschien kijk ik het eerst wat dat is duidelijk. Ik denk, ik kies dan voor. Iemand op de frontline, sowieso. Ja. Nee, ik kies er toch voor dingen, voor Jorm. Jorm Mormont? Ja. Ik denk dat hij als eerste gaat. Nou ja, ja, je zou het natuurlijk kunnen lezen als hij heeft alsnog de rol als hand afgekaatst. Ja, maar ja. Dus dan is hij expendable. Ja, daarom. Dus hij heeft eigenlijk zijn rol is voorbij. Dus nee, als ik ga kijken wie er zou overleven, misschien is het wel een betere vraag. Of juist niet, want hij heeft nou wel die Valyrian Steel Sword. Ja. Ja, dus je zou zeggen hij wil iets meer... Of is het alleen maar een lokkertje van en ze moeten ook van die dingen af? Ja, maar zit ik van wie zou kunnen... Ja. Throw away swords af. Zo, net als zonde zijn. Ja, maar wie zou overleven? Kijk, John gaat het overleven. Denk deze gevechten, weet ik wel. Danny, questionable. Danny, ja, ik denk Danny ook wel. Dus die twee zijn zeker. Ja, maar hij denkt van misschien... Bij Danny, Danny heb ik mijn twijfels. Waarschijnlijk wel, maar het zou me niet verbazen als er iets gebeurt. Nee, maar ik denk dat die twee het zeker overleven. Nou. Sam. Nou ja, volgens jouw theorie sowieso. Omdat hij de schrijver is. Al wil ik hem niet graag zien op de frontlines, maar oké. Nee, maar hij is ook niet. Hij zit in de crypt. Ja. Nee, hij ging niet naar de crypt. Jawel, hij is naar de crypt. Oh, nee, hij ging juist niet naar de crypt. Nee, dat klopt. Dat zei hij van. Ze hebben hem hier nou nodig. Toen begon het hele verhaal van wie was de eerste die een White Walker had. Ja, nee, maar dus hij gaat niet naar de crypt. Bewust wil hij zelf daar. Hij wil bewust bij hun zijn. Ja. Oké, maar ik dacht dat hij daar toch door de crypt. Dat kleine meisje, dat verdedigt de crypt. Ja, maar dit is zo'n badass. Maar hij lag wel te slapen. Ja, misschien kan ik ook wel slapen. Ja, dat is even moeten slapen. Maar hij gaat vechten op de frontlines. Dat heb ik geen vertrouwen meer. Oké, maar ik denk wel dat hij het ook. Ja, zwaar weggegeven. Nou, weet je wie misschien ook niet veilig is? Nee, ik denk dat om het heel tragisch te maken, denk ik, het is natuurlijk niet super main character, maar ik denk die kleine Lyanna Mormont. Ja, die gaat ook. Dat is meteen zo super schokkend, want het is klein en... Ja, dat zou wel een punt zijn. Als zij doodgaat, dan wordt de exiled Jormund wordt dan toch weer... Ja, nee, maar daar gaat het niet veel niet om. Maar nee, om het even extra schokkend te maken. Kijk, als Jorah doodgaat op bescherming, het zat eraan te komen. Ze houden wel van kinderen doodmaken in deze laatste paar. Dus kan die White Walkers echt niet schelen. Dus die gaat en zij vecht niet. Doe niets. Het is gewoon een pap van het paardje af en dood. Dus als je überhaupt op een paard zit. Ja, dus die gaat eraan. Ja, dat zeker. Die kunnen zo van het lijstje afhalen. Dus die gaat echt niet redden. Nee, misschien die gaat redden. Bran. Bran niet? Dat hij ik zit eraan te twijfelen, maar ik... Dat zou wel stunt zijn. Hij ziet zijn eigen dood. Dat hij vermoord wordt door dingen. Hij heeft ook niet echt een rol meer te spelen. Nee, dat hij moet ervoor zorgen dat het dus niet voor altijd winter blijft. Dat is het hele idee. Dat heeft hij gezegd natuurlijk. Ja, maar als hij zich opoffert door de Night King daar naartoe te halen. Ja, dan zal het niet meer winter worden. En dat hij gaat, dat en dan steekt hij die boom ook nog in de fik?
dat hij dat zit over mij. Dus het hele, zeg maar, dat hele, het verleden is aan weg. De old gods. Hij heeft weinig toegevoegd. Ja, nee, hij zou een soort shepherd van de wereld kunnen worden. Wat je kan krijgen, even, als je dan even op de godenstrijd kan krijgen, is dat de old gods ze nu gaan verliezen doordat Brandon. Ja, ik vind het helemaal zo, want zij zijn natuurlijk ook weer van de Lord of Light, dat bedoel ik, daar ga ik net wel naartoe gaan. De old gods gaan eraan, en die gaat ook de Wurmwood Tree gaan fikken, dat is een mislukking. Draken, influence kwijt. En dan heeft, er komt een nieuwe god, dat is de Lord of the Light, die in Essos heel groot is, maar in de Westeros nog niet groot is, die neemt dat plek over. En dan wordt dat de nieuwe champion tegen Fate of the Seven. Ja. Ja, dus dat daar nog een heel... Waar de Lord of Light ook wel weer een beetje mee. Oké, daar vecht ze ook tegen elkaar. Dus je het gelovige nog iets meer terug hebt. Ja, die gelovige terugkomt. Want weet je wie ik meespel? Sander. Ja. Want, en die, ik ben ook compleet vergeten waar haar laatste scène zich afspeelde. Dat was in Dragonstone. Tussen die Dragonstone, toen zou ze nog teruggaan. Ze ging terug van, ja, want ze zei ze met Ferris had nog een gesprek van, ja, we komen weer terug. We gaan allebei dood in Westeros. Ja, nee, dat sowieso, maar... Dus... Ja. Dus daar zit, ik denk dat dat nog op, maar ik denk dat dat zeg maar... Of ik denk zij dat, offert zich op voor Maar dit seizoen is gewoon heel duidelijk volgens mij in tweeën verdeeld. Je hebt gewoon 1 tot en met 3 is gewoon Winterfell, als dat gedoe. En daarna krijg je dat gedoe. En daarna krijg je gewoon toch de Game of Thrones als terug. Als je halverwege al het gevecht hebt met de main antagonist, om het zo maar eventjes, dan moet dat wel. Ja. Je kan niet, nadat je hem in aflevering 3 hebt gekillt, dan 3 afleveringen lang... De nasleep hebben. Nee, dus maar dan krijg je nog een heel gevecht. Ja, misschien. Ik kon sowieso nog gevecht met het Lannister-leger. Ja, ik kan ook haast niet geloven dat het zo recht toe recht aan is. Dus ik zit zo van dat zou te vanzelfsprekend zijn. Ik verwacht ergens wordt iemand gebackstabbed. Nee, maar dat misschien juist die Night King wel zelf dus doorstoot naar bijvoorbeeld King's Landing. Ja, dat is zoiets apart gebeurd. In die hele, in die trailer, dus ik ken de eerste trailer van de Night King. Night King die ging door, zag het ijs niet op gaan, aan de andere kant zag het vuur gaan. En dus toen kwamen ze bij elkaar terecht bij hoe heet dat water, bij die kasteel, waar Rob Stark vermoord. De Twins. Dus daar tegen elkaar tuigen. Dat is hier bij ijs en fire tegen elkaar staan. Dat zou betekenen dat of hij het Lannister leger intercept, maar ja, er zit ook een draak van Jon of zo bij. Ik zit te denken, nu begin ik een beetje wat, kwartje valt nu een beetje. Ik denk dat Winterfell wordt, dat verliezen ze. Ja, maar ze kunnen nergens heen. Nee, dus Jon gaat naar dinges toe. Als zogenaamd, als natuurlijk als, ja... Dan vaag je meteen alle main characters weg, behalve Jon en Dany. Ja, bijna wel. En dan gaat Jon daartoe en die zegt van, die gaat naar Dinger Cersei toe. Ja, nou ja. En dan killt Cersei Jon. Ja, dat kan. Nee, maar dan, ik weet niet, maar die gaat er niet van met hem praten, want ze had wel respect voor hem, als een van de weinigen. Ondanks dat ja, maar als zij als twee overblijven, dan zegt Cersei van, nou, weg met die twee en die is nou ja, nee, maar dan, wat er dan kan gebeuren, is dat stiekem Arya ook meegaat, die killt Cersei. En dan gaat de Golden Company staat dan onder de Targaryen, dat is dus in dit geval. Ja, dus John. Die twee legers kan je nooit van de dead winnen. Nou ja, dat weten we niet, want dan gaat hij weer een potje vechten. Maar vechten. En dan blijkt het dan wel. De Night King raised dan alles wat is doodgegaan in Winterfell. Ja, dat zijn duizenden troepen. Ja, maar dan heeft hij dat Wildfire. Ik verwacht juist meer, omdat jij ook zei dat die Night King daar dus niet was. Je zag op de linie, zag je de Night King. Natuurlijk zeggen we net van, hij zit op zijn draak in de lucht. Maar het zou me dus ook niks verbazen als ze dus gewoon gesplit zijn. Een heel groot gedeelte Winterfell. Ja, het is zo extreem. Je ziet met onze niet... generaals en hij zelf leidt troepen naar King's Landing. Ja, precies. Ja, twee groepen. Ik denk juist dat meer in die richting. Want ik heb eigenlijk het idee dat in deze komende 4 afleveringen niet nog twee verhaallijntjes... Het zou ironisch zijn als Winterfell wint en dat zij dan Cersei gaan redden door naar het zuiden te trekken. Nee, dat geloof ik dus niet. Nee. Dat is terecht hoe recht aan. Maar ze moeten dan wel naar het zuiden. Want ze kunnen niet hem maar gewoon zijn gang laten gaan. Ja, nou ja, wat er kan gebeuren, ja. Of de Night King die ambushed de Iron Fleet. Met alle Golden Company soldaten erop. Ja, dat zou ook zijn, ja. Want ze hebben dus niet van die ballista's bij zich. Ja, wat hebben ze die voor nodig? Ja, op dat schip zijn ze kwetsbaar. Ja, ja daarom. Ja. Nee, maar hij heeft een draak, een undead dragon. Maar dat stop je in ieder geval, dat leger stop je daarmee dan. En dan wordt het wel makkelijker om iets af te ronden. Maar dan wordt Cersei ook zwak.
Dus ja, daarom kan je het dus afronden dan makkelijker. Ja. Want anders blijft het altijd van, ja, we moeten nog een oorlog voeren tegen Cersei. Ja, dat... En de Night King, die stond altijd al in de boeken als een of andere geniale. Hij is zelf ook een soort Green Seer-achtig. Ja, dus kijk, weet dus hij weet heus wel waarschijnlijk dat er een vloot aankomt. Nou ja, of hij weet van het plan wat ze willen gaan doen. Want ja, dat, dus hij een beetje dezelfde skills heeft als Bran, dan zal hij dat wel weten. Ja, ja, ik maar gokken, wat mijn voorspelling is dat... Night King toch deze battle gaat winnen. Dat er een stand wat er nog over is, die vlucht toch naar Dingston, naar King's Landing. En dat zal een probleem worden. Ja, dan is, wat gaat Cersei doen? Wordt hij gek of niet? En misschien wordt iedereen Cersei daardoor, als dan niet een beetje toch een gekke ding doet, dat ze dan uiteindelijk wordt vermoord. En dat je dan een laatste gevecht krijgt. Voor King's Landing? Ja. Oké. Ja, maar dat hebben ze sowieso verloren dan. Wat? Dat laatste gevecht. Ja, nee, maar dan hebben ze toch die Golden Company met wat mensen die vechten dan nog. De Night King doet dit en al die wildlings. Ja, wat gaat, maar het blijft erom. Night King doet dit en alle Dothraki, Unsullied, Starks. Het blijft nog steeds het gevecht uiteindelijk van de Night King kan vermoord worden door Sarai. Dus dat gevecht gaat toch uiteindelijk moeten komen. Ja. Maar dat gebeurt ook. Op een gegeven moment is het 1-op-1 gevecht, dat is ook het oude legende. Maar waar ik me vooral aan twijfel is... Dan moeten ze zich dus wegtrekken uit Winterfell met die theorie. Ja. Je kan niet sneller rennen dan de doden. Ja, een paar mensen op een paar paarden. Ik heb ook over die keer niet heel leger. Maar qua troepen heb je mogelijk wat main characters die wegkomen en that's about it. Ja, dat denk ik ook. Nee, het is ook gewoon een enorme verlies wordt het gewoon. Ja. Daar ga je vanuit. Maar ja, dat kan. Ja. Ik zelf denk dat. Kan nog niet wachten. Ja, dus, begin al een beetje niet te vestigen. Hebben we iets wat iets moeten melden? Want ik denk, nou, wat op zich denk ik van het meeste belangrijke dingen wel verteld hebben, toch? Dat Stannis nog niet dood is. Ja, oké, dat kunnen we zeggen. En voor de rest. Ja. Nee, laten we het daarbij houden. De derde. Wat ik wel weer vraag, als er mensen zijn die vragen hebben of opmerking, reageer gewoon onder de film. Dan kan je even lezen wat er staat. En misschien weten wij een goed antwoord of niet. Of kunnen we meedenken. Ja, daarom. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken weer. En tot volgende week. Tot ziens. Doei.